Vandaag gaan we gewoon lekker verder in ons survival. Zoals jullie zien, zitten we in de nieuwe update. Dat kunnen jullie zien aan dat ik bijvoorbeeld geen minimap heb. Ik wil ook geen Optifine en zo. Dus we moeten het eerst even zonder die mods doen. En ja, dan gaan we gewoon lekker verder in 1.6. Ik weet niet precies wat er allemaal veranderd is. Ik weet in ieder geval dat de paarden er nu in zitten en... ja, allemaal van die andere dingen verder weet ik eigenlijk niet. Maar ja, carpets, oftewel tapijt. En ja. Hopelijk kunnen we hier naar boven toe. Lijkt wel een beetje zo. Dat hier bijna een ingang is, uitgang is, maar dartjes zijn nu ook op. Zo. We hebben echt tering veel iron, man. Dus 80 of zo. 90, weet ik veel. Oh, ik heb nog een beetje hout. Ik kan er nog 4 torches maken. Zo. Of ik bedoel 16, grapje. 16 torches. Even kijken hoor. Staat hij eigenlijk wel? Nee, zo. Want ik weet niet wat de uitgang is, maar... Je ziet er tering veel iron. Laten we dat allemaal ook even meenemen. Oh kut, we moeten zo meteen wel het huisje terugvinden. Zonder minimap. Dammit, jezus. Wat? Zo, lekker veel iron. Hier nog eentje. Nou, hier nog allemaal iron. Laten we dat allemaal ook natuurlijk even meenemen. Ik moet trouwens nog wel even een andere serie ook nog even hebben van Minecraft. Nog even iets anders. Maar ik zat er vooral aan te denken om op een server te spelen. En dan spreekt vooral Manticore mij aan. Manticore van dus David Games. Ik heb er nog niet op gespeeld. Want ja, elke keer als ik dan online ben, dan is Manticore niet online. Maar ja, ik zou er zeker op willen let's playen, om het zo maar te zeggen. Zo. Ik heb vandaag eindelijk officieel vakantie gekregen. We hebben vandaag rapport gekregen en ja. Dan ga ik dan naar de derde klas HAVO. Nou. Ik heb geen zin om helemaal te gaan zoeken waar nou de uitgang is, dus ik ga hier wel gewoon naar boven graven. Het is altijd nog minder gevaarlijk dan naar beneden graven. Nou, dit wordt even een beetje donker voor jullie. Zo niet. Oh, kut. Oh. Oh, ik zit mooi in een blokje. Nice. Zo. Nou, was bijna dood. Lol. Oh, kut. Daar ligt ook nog een gravel. Ik haat gravel en sand. Dat zo naar beneden valt. Kut. What the fuck? Zo. Even kijken, waar heb ik nog wat eten? Ja, nou deze dan maar. Oh, ik heb al bijna 2 stack iron. Zo. Oké, volgens mij zijn we er bijna. Ja, tadaa. Nice, het is niet donker. Ik bedoel nacht. Had ik nog 2 op elkaar? What the fuck? Dat kan. Ik hou het nog wel even netjes en plaats er even een dirt op. Oh, dat is geen dirt. Zo, prachtig. Oh, hier was trouwens ook een uitgang. Nice. Heb ik nou... Ja, ik heb wel gegeten. Dat is nu alweer weg. Eet ik wel het rotten flesh. Ik zit hier in een bos. Maar welk bos? Oh nee, ik kan niet inzoomen. Ik dacht dat ik daar iets zag. Volgens mij ken ik dit wel. Volgens mij is daar mijn huis. Ik weet niet zeker hoor. Oh nee, we gaan ze nu niet een hele aflevering besteden aan mijn huis terugzoeken.
Dood. Ik ga zeker ervoor zorgen dat ik een paard kan krijgen. En in de regen krijg ik helemaal geen zin. Sorry mensen. Maar ik heb gewoon echt geen zin in de regen. Want, ja. Dat is gewoon kut. Ik bedoel, we hebben al genoeg regen in Nederland. Oh wauw, volgens mij loop ik echt helemaal de verkeerde kant op. Oh, dit is helemaal verkeerd. Waar is mijn huis? Ik weet wel dat er vlak bij mijn huis allemaal koeien waren, maar waar mijn huis nu is dan? Dat... Kip heb ik ook nog nooit gezien. Oké, okay, dit is zo leuk. Nou ja, en als ik het zo meteen niet kan vinden, dan ga ik zo meteen na deze episode wel even naar 1.5.2. En dan vlieg ik wel even daar naartoe. Om te kijken wat de coördinaten zijn. En dan vlieg ik weer terug. En dan ga ik het gewoon opzoeken. Denk ik. Hier nog een keertje kijken. Hier ergens. Je kunt nou nu trouwens ook zien hoeveel damage een wapen doet. Kijk, een iron shovel doet niet het minst. Dat is een iron hoe. En ja, een axe 5 en een zwaard 6. Dus als je geen zwaard meer hebt, dan doe je het gewoon met een axe. Hoezo vliegt deze boom? Zou dat betekenen dat ik hier al een keer ben geweest? Dat zou best wel eens kunnen. Ja, er is wel een bos bij mijn huis. Die heb ik aan de voorkant helemaal leeg gekapt. Ik weet niet of dat hier is. Even kijken hoor, waar ik nu ben. Sneeuwbiome. Oh, ik weet ook helemaal niet meer. Ik heb al zo lang niet meer geüpload. Ja, niet zo lang meer opgenomen. Dat ik niet eens meer weet in wat voor biome ze bij mijn huis zaten. Dat ken ik ook helemaal niet, dus... Ik heb wel een skeleton. Zou die vast wel onder mij zitten? In deze cave hier. Iron nemen we gelijk even mee. Niet meer? Dan niet. Hier misschien. Is het hier? Niet? Of, ja, oh, finally. Nice. Het is ook bijna nacht, zie ik. Dus dat komt mooi uit. Oh, weet je waar ik helemaal nog niet aan gedacht heb? Dat je gewoon wol met strings kan maken. Dus ik weet niet hoeveel strings we hebben, maar... Hopelijk kunnen we nu een bed maken van strings. Want het wordt toch wel een keer tijd dat we een bed hebben, zodat we kunnen slapen. Kunnen we deze gaten die ik hier heb veroorzaakt ook weer even vullen? Zo. En deze hier. Zo. Even kijken. Heb ik hier nog wat strings? 2. Dus dan kan ik 1 blokje wol maken. Nou, dat schiet lekker op hoor. Niet echt, maar ja. En dan doen we... Al dat iron en gold doen we even in de oven. Zo. Oh, die doe ik. Hier wat iron in. Had ik nog wat iron. En hier wat gold. Ja. Zo, dat erin.
Ik weet sowieso wat we de volgende aflevering gaan doen. En dat is heel veel kisten maken. Want zo te zien zit mijn kist vol. En dat is niet zo fijn. Dit vullen we in ieder geval even op. Zo. We hakken deze bomen even om. En ik hoor een spin. Hallo? Ja, daar. Nice, kom maar. Kom maar. Nice, een string of twee. Twee, nice. Zo, en toen was mijn ex alweer bijna kapot. Daar zit ook nog een spin. En wat is dat daar? Oh nee, ik kan niet inzoomen. Oh nee. Vet irritant. Zo. En wat eten we? Oh nee, dat heb ik hier alweer gedumpt. Zo. Mamma. Die weer terug. En die erin. Kan er nog wat in? Ik klik altijd nog gewoon een beetje in, dan zie ik wel of erin gepleurd wordt. Zo dus. Ja, hout. Zo. 33. Ik weet niet hoeveel kisten we kunnen maken. 4. Oké. En dat is 5. Dus dan gaan we hier gewoon even een paar kisten neerzetten. Zo, hier 2. Hier 2. Hoe maak je trapped chest? Want dan kan ik die hier wel neerzetten. En dan hier weer 2 normale. Zodat ik wat meer kisten naast elkaar kan. Ja. We gaan de volgende aflevering in ieder geval even het hout hakken voor kisten. En die gaan we neerzetten. En dan gaan we denk ik de boel een beetje sorteren. En we gaan de volgende aflevering ook een nieuw zwaardje maken. Want die is ook kapot. En een nieuwe ex. Dus ja. Vond je deze video leuk? Doe dan een gunduimpje. Klik ook even op dat abonneerknopje. En dan zien jullie morgen weer een nieuwe aflevering. Later.